wil graag dit laten zien met de collega's van Harleman Hout, die hier prachtige elementen aan het toevoegen zijn in een gewelven kelder. Welkom allemaal. We houden het vandaag heel klein. De besmettingen lopen hoog op, dus we vinden het niet gepast om het dan allemaal hier te vieren. We vinden het wel heel fijn dat we met jullie dit hoogtepunt voor ons in ieder geval mogen markeren. Dank allen, in dit geval Fase Actief, het Fase Weekblad en de Stentor, dat jullie hierbij aanwezig willen zijn. Deze drie partners hebben we ook uitgenodigd en hebben allemaal toegezegd om met jullie te zijn. Dank ook aan Peter. Fijn dat je er bent, gezond en wel. Ja. En dan zou ik jullie graag heel even meenemen in de ontwikkeling hier naartoe. Dan neemt Peter het van mij over, met een klein woordje als je wil. Ja. En dan zal Peter de lichten ontsteken en dan kunnen jullie echt zien hoe deze ruimtes nou helemaal geworden zijn. Wij hebben een heel raar jaar achter de rug, 2020. Het was natuurlijk financieel helemaal geen goed jaar voor dit kasteel. Maar we zijn wel gedwongen om onze openstelling met andere ogen te bekijken. En soms is dat heel erg goed. Met andere woorden, we hebben daar heel veel uit kunnen halen. Een aantal conclusies wil ik graag met jullie delen. Dat is dat het online reserveren blijft. Het is ontzettend goed bevallen. Er zijn geen rijen meer, geen piekmomenten. Er is aandacht voor onze bezoekers. Er is gastvrijheid. Er is rust om verhalen te vertellen. En we waren ook gedwongen om een looproute aan te leggen omwille van corona. En we hebben gewoon gemerkt, ook dat is zo goed bevallen. Vanaf nu worden onze gasten gewoon geleid. Ze volgen de hekjes, ze volgen de poortjes, ze volgen de pijlen. We hoeven daar niet over na te denken. En er is alle aandacht en ruimte voor dat verhaal. Ook daarmee, de looproute blijft. En die hebben we dus ook geprofessionaliseerd. We hadden hier, waar u allemaal nu staat, een groot café. 45 zitplaatsen, dus aanzienlijk. Een groot café is prachtig mooi, maar horeca is echt een vak. Op dit moment hebben we collega's, vrijwillige collega's, die dat heel goed doen. Maar hoe ziet dat er over 2 jaar uit? Kunnen we dan nog collega's vinden die dat toch wel best wel intensieve, hectische vak kunnen uitoefenen? En daarnaast hebben we natuurlijk een gloednieuwe partner sinds een jaar hier in het Koetshuis. Die waanzinnig mooi werk levert, timmert aan de toekomst. Dus wordt onze urgentie voor het café wat minder groot. Hij verdwijnt niet, maar hij komt een hele, hele kleine vorm terug. Nu, naar het resultaat. We staan hier nu in de nieuwe kasteelwinkel. Voormalig was in het bouwhuis het kasteelwinkel, gecombineerd met ticketverkoop en informatievoorziening. We hebben er bewust voor gekozen om die twee uit elkaar te trekken. Dit is nu de kasteelwinkel waar je alles vindt om je thuispaleis allure te geven. Gecombineerd met een café van slechts 3 tafels waar je straks een Camembert special kunt drinken. Niet meer dan dat. Heel uniek, heel kleinschalig. Kortom, we hebben meer ruimte, we hebben meer overzicht, we hebben meer exploitatiemogelijkheden. Geschikt voor ten tijde van corona, helaas, laten we hopen, snel niet meer, maar zeker ook daarna. Dank jullie wel voor de aandacht en ik geef het woord heel graag aan Peter. Nou. Als jij nou daar niet gaat, dat zal wel helpen, dan begrijpt u ook. Dan zal ik het ook zo doen. Ja. Wat ik eigenlijk wil zeggen, veerkracht. We zijn er klaar voor, maar het mag nog even. Ik denk dat dat gelijk ook een hele mooie titel is. Maar toen Rian en haar team vroegen om bij mij toch hier een openingshandeling te willen doen, zei ja, het kan eigenlijk nog niet, maar ik doe het graag. Jullie met elkaar weer invulling te geven, maar wel met elkaar, niet alleen ons team, maar hopelijk zo meteen ook weer op heel veel bezoekers. Maar het is wel zo, doordat we ook samenwerken met het Gelders Landschap, hebben we elkaar wel op kunnen vangen. En op die manier staan we sterk. En is het ook zo dat we het kunnen opvangen. Rian gaf aan van uiteindelijk hebben jullie als kasteel Camembert heel mooi gedraaid. Er zitten verschillen tussen de opengestelde kastelen, dat zal ook duidelijk zijn. En ik denk als je zo in iets mag staan, met het team klaar voor het komende jaar, dan denk ik, ja, het is nog even wachten en het is nog even de tanden op elkaar, maar wij staan te springen om weer open te mogen gaan. Ja, het is heftig, maar we leren er ook van en met elkaar. En met dat positieve bericht eigenlijk, zou ik willen zeggen, laten we kijken of we de openingshandeling kunnen doen, want het donker is het hier wel, Jan. Ja. Ja. Peter, de lichtknop zit achter jou. Juist. Kijk, een momentje. Zal ik afstellen? Ja. En halen. We moeten een beetje wachten, heren. Ja. 3, 2, 1. Ah, even kijken.
dank jullie wel. Ook al voor jullie komst. En dat jullie de moeite willen nemen, want dat mag ik ook zeggen. Om met elkaar vanuit de omgeving dit weer even te markeren. En wat ik al zei, wij zijn best ongeduldig. Maar laten we die zorgvuldigheid nog even betrachten die we met elkaar gewoon moeten. Het is niet anders. Dank. Dame, zijn er vragen? Kunnen we nog iets voor jullie betekenen? Kijk rustig rond. Mooie voorbeelden naar voren. En deze ruimte, ja, dat was echt met pijn ons hart dat we die tafeltjes er allemaal vorige keer uit hadden moeten sjouwen. Ja, dan wil je hier gewoon iets. Dus zo doen we. Oké, ja, omdat het stilstond door corona natuurlijk. Ja, dan moesten we alle tafeltjes eruit halen inderdaad. We hadden het nodig voor de route. En ik denk dat we nu de ruimte echt prachtig benutten. Ja, die we boven hadden, daar vertelde heel veel verhalen. We waren en landschap, en bos, en natuur, en tuin, en kasteel, en allure, en informatiepunt, en tickets. Dus door dat nu los te trekken, kun je op beide plekken veel beter uitdragen wat je als Gelderlandse steden wilt. Gebied, precies. Ja.